droom van iedere renner is om ooit eens in de Tour de France te rijden. En dan, als je dan nog zes etappes weet te winnen, is dat helemaal grandioos natuurlijk. Dus ja, de Tour de France is het huurrennen gewoon. Jelle Nijdam, te midden van de belangrijkste truien die hij droeg. en veel zeggen over zijn carrière met uiteraard de gele trui uit de Tour de France. Negen keer stapt hij ervoor op de fiets. en zes dagen ervan reed hij in het geel. Vooral als de Tour weer gaat beginnen, dan begint toch weer die Tour-virus op te spelen. En dan, ja, dan ga je weer beseffen in feite, wat er eigenlijk heel het jaar een beetje doorsluimert. Maar tijdens de Tour denk ik van, goh, ik heb er eigenlijk wel mooie dingen gepresteerd tijdens de Tour de France. Ik heb de gele trui drie dagen gedragen, ik heb zes tour-etappes gewonnen. Ja, en dan word je er toch wel weer trots op. Binnenkort wordt hij 51, maar het fietsen zit en blijft in zijn genen zitten. Maar ja, na jaren dan begint het toch weer ja, te kriebelen. En dan, ja, dan ga je zelf ook weer fietsen en dan begin je weer trots te worden op wat je gepresteerd hebt. Terwijl het eerst een beetje op de achtergrond is gekomen. Maar ja, ik zeg ook, naarmate je ouder wordt, begin je meer te waarderen wat je gedaan hebt.